Het is een willekeurige woensdagochtend, ergens in augustus 2019. En met pijn en moeite hebben Arno en ik ons weer in de vroege ochtend uit ons bed gesleurd, rustig, nog naweend van de avond daarvoor, leunend met je voorhoofd tegen de tegels onder een warme straal waarvan je eigenlijk denkt: "Hè, ba, moet ik weer? Moet ik dan weer? Waarom dan eigenlijk? Heeft het allemaal wel zin? En natuurlijk heeft het zin dus dan komen Arno en ik. Komen graag om de krant te lezen met de mensen thuis. <coughs> Arno, fijn dat je er bent. Um, we um, uh, wilden het graag hebben over um, een, een, een aantal onderwerpen die tezamen uh, eigenlijk een, een soort totaalbeeld uh, moeten geven. En ik heb dat uh, uh, uit, uit de krant uh, weten te halen. En, uh, Max, die seniele oude Piel, die heeft natuurlijk het idee dat we dan met, met Blendel en met de Groen Amsterdam doen, dat doen we allemaal niet. We hebben gewoon het parool, we hebben gewoon het lullige linkse kutkrantje uit Amsterdam daarvoor gebruikt. Um, en die doen namelijk best aardig werk. Dat vind jij ook. Uh, uh, ik wou overigens beginnen met, uh, met, met de, um, uh, de huizenmarkt. Um, uh, het uh, kopt namelijk de voorpagina die zegt: Het Rijtjeshuis boven het miljoen. Heel gewoon. En uh, dan uh, zie je, uh, uh, zie je de, het, het artikel en je ziet de huisjes. Ik ken die huisjes nog, uh, die staan door heel Nederland heen. Die kosten vroeger 125.000 gulden. En die kosten nu 1,4 of 1,2 miljoen euro. Um, en um, uh, dan wordt er gezegd: dit is de nieuwe werkelijkheid. Uh, uh, en dan uh, dooddoeners als de grachtengordel bestaat, strikt genomen. Ook uit rijtjeshuizen. Ja. Uh, maar goed, de grachtengordel is feitelijk ook een open riol. Uh, dus dat die uh, 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 iedere vergelijking gaat mank. Ehm. Um, deze huizen staan dan in Amsterdam-Zuid en daar wonen natuurlijk al die kakkerlakken die op de, op de Zuidas de rest van de wereld aan het leger over zijn. En die moeten dan uh, uh, ergens uh, um, als straf 1,5 miljoen euro voor uh, de Henriette Bosmansstraat 49 van 167 vierkante meter betalen. Kijk, grond is schaars. Uh, huizen zijn schaars in Nederland. Er is een enorme schaarste. Uh, die is er altijd geweest. Dat was ook... Uh, uh, de grote vraagteken wat ik had bij toen ik de stichting Restschuld Eerlijk Delen oprichtte: dat ik zei hoe kan in een markt waar schaarste heerst, hè, waar, de, waar de vraag groter is dan het aanbod, waar, hoe, kan, hoe kunnen prijzen met 30% dalen ineens? Nou, dat is natuurlijk omdat de financieringsmarkt op zijn gat ging. En dat betekent dus dat je mensen die spreken over de woningmarkt doet dit of de woningmarkt doet dat, die moet je eigenlijk. Een oorvijg, een ouderwetse oorvijg of een Schiedamse bamzaaier met de backhand geven. Met de opmerking: er is helemaal geen woningmarkt, er is alleen maar een financieringsmarkt. Bamzaaiers voor de mensen thuis. Een zaaier, dat is zeg maar hè, zoals de boeren die zaaien. En een bamzaaier is dat doe je met de vuist. Dus thuis oefenen met een kapstok. Dus die, 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 huizen, die, die huizenprijzen die gaan helemaal torenhoog. Die skyrocket door het dak in Amsterdam. Maar niet alleen in Amsterdam. Want dat is het probleem wat ik even wilde adresseren. Want uh, Arno, jij bent uh, voor, voor, uh, een liefhebber van de stad Amsterdam. Ik ben een liefhebber van de stad Rotterdam. Uh, niet zo iemand die daar dan een strijdmodel van maakt. Het is gewoon in Rotterdam is alles beter. Uh, en uh, wat ik daarvan. Zou willen zeggen is dat we hebben een probleem in Rotterdam en dat wil ik even aan jou voorleggen. Ons probleem is namelijk dat al die stink-Amsterdammers naar Rotterdam aan het verhuizen zijn. Omdat hier die maffe huizen uh, zo verschrikkelijk duur zijn, hebben wij nu ineens het probleem dat al die kakkerlakken bij ons komen. Uh, 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 zoeken en jagen naar huizen en ook bij ons de prijzen omhoog aan het duwen zijn. Um, dat leidt onder andere tot asociaal gedrag. Dus die Amsterdammers die importeren niet alleen hun uh, uh, huizeninflatie... die importeren ook hun uh, asociale gedrag. Dat zijn mensen die schrijven namelijk... Een uitgebreid artikel in het NRC Handelsblad. hoe leuk het toch is om buren te hebben. en uh, die te leren kennen en die de hand te geven. Maar als ze daadwerkelijk je straat in verhuizen. dan komen ze zich niet netjes voorstellen. met een bos bloemen, een fruitmand of een appeltaart. Uh, dat moet je ze dan uitleggen van welkom in Rotterdam. Hier doen we dat zo. Um, uh, uh, maar je staat eigenlijk al met 10-0 achter, want uh, de hoofdstedelijke arrogantie die krijg je er niet uitgeslagen. Uh, en uh, het probleem is dat uh, uh, de verdringing van de echte Rotterdammer is, uh, is nu ook aan de gang, want uh, die, zoals de echte Amsterdammers in Almere of in, in, in Vinkenveen wonen, uh, wonen de echte Rotterdammers straks in Dordrecht of in Capelle aan de IJssel. Uh, waar het overigens goed wonen is. En de, hu de huizenprijzen. Waarschijnlijk betaal je daar ook al een miljoen voor een, um, een rijtjeswoning. Maar goed, die, die huizenprijzen. Dat gaat dus niet lekker. Dan hebben we hier. Dat vond ik altijd, vind ik altijd wel leuk om even te laten zien ook. Dan hebben we die kleine berichten. Een executieveiling. Er wordt uh, door de coöperatieve Rabobank statutair gevestigd te Amsterdam. Blablabla, kantoorhouder te Utrecht. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal. Hebben ze dat op één hoop geschoven? Dat was ook een, een grote illegale operatie van die Rabobanken. Um, er wordt de woonark genaamd De Boekaniers 2. Die wordt geveld. Nou, we zullen niet uh, vertellen uh, waar, die, waar die ligt. Maar het staat gewoon in de krant. Dus het is een openbaar bericht. Um, uh, en dat is wel leuk dat uh, De Boekaniers. He, dat, uh, uh, dat zijn toch de, de, de vrijbuiters, de rovers, uh, die, worden, uh, die hadden ook een hypotheek en, en nu wordt uh, de boot geveild. Ja, vervelend. Um, uh, dan heb je dit soort problemen. Daar hebben wij het vaak over, Arno. We hebben het over banken, we hebben het over de economie, he, we hebben het over jouw, jouw boek. Um, je schreef mij vannacht om vier uur. Hè? Toen dacht ik nog, nou, dat is dapper dat je om vier uur nog wakker bent. Hè? En, en, en hier dat toch weer zit, om negen uur s ochtends. Um, uh, stuurde je mij om vier uur, zei jij, van um, um, uh, het gesprek dat we, we hebben... dat moet heten een requiem voor een land. Waarmee jij uh, bodetiaanse uh, 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 prachtige woorden erin slingerde... over uh, um, dat we eigenlijk een, een doodszang Jouw boek is een dood, het Euro Evangelie deel 3 is een doodzang voor uh, een land, nou ja, namelijk Nederland. Uh, wij zitten in de euro, wij zijn onderdeel van de Europese Unie. De verdragen die we gesloten hebben, die deugen niet uh, en het gaat onherroepelijk leiden tot kommer en kwel. Uh, en dat ben ik. Helemaal met jou eens. En ik, ik hou mijn hart vast. Ik zie de bankenaandelen inderdaad uh, dalen terecht. Want die banken zijn ook niks waard. Dan zijn maar een doorgeefluik van investeringsmaatschappijen. En uh, over die investeringsmaatschappijen, die die banken gebruiken als doorgeefluik, zegt Barmhart iets moois in uh, het Parool. Kijk, die uh, uh, ze produceren nog wel eens wat leuke tekstjes, die linkse lui. Uh, en daar staat er: kijk eens als een pijbus. Door het schaamteloos uitmelken van beleggingspanden wil deze zakenman/slash kunstenaar ons laten nadenken over de metafysische begrippen tijd en ruimte om daarna de confrontatie aan te gaan met de neoliberale loser in onszelf. Punt. Dat heeft hij mooi gezegd. De neoliberale loser in onszelf. He, die beleggers, die, uh, dat zijn allemaal van die, van, die, van die gasten die inderdaad al die pandjes hebben. En dan moeten al die, al die arme jonge lui die moeten daar dan in wonen. En die moeten daar hoge huren betalen. Uh, en um, uh, het schaamteloos... Uitmelken daarvan uh, door een kleine groep mensen is eigenlijk gewoon een klap in het gezicht van de neoliberale loser in onszelf. Want we hebben alleen maar neoliberaal gelul van GroenLinks, de VVD, het CDA. Het is allemaal één pot nat. Het is allemaal uh, echt links bestaat helemaal niet meer, echt rechts bestaat ook niet meer. Dat is dan meteen extreem rechts, wat gewoon neerkomt op een jasje aantrekken uh, uh, en met z'n allen uitspreken dat je, het, dat je het ergens niet mee, mee eens bent. Um, en extreem. Die gaat op de bres voor uh, dieren, de planeet. Um, uh, maar op een, met met, op een methode waarvan je denkt: van ja, dat werkt ook niet. Weet je wel, als je nou gewoon heel eerlijk bent, dan komt het er gewoon op neer dat we zijn met te veel mensen op de aarde en de dingen gaan te snel. Uh, uh, bovendien zijn we er nog niet over uit. Het kan ook zijn dat die aarde gewoon een beetje wiebelt, waardoor het nu warmer wordt. Hè? Maar, maar, dat is dan geen reden om niet bepaalde onderwerpen even toch te adresseren. En die hangen met elkaar samen. Ook die toenemende krapte op de woningmarkt. De influx van mensen. Hè, het, 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 het toenemende hoeveelheid, de toenemende hoeveelheid mensen. Um, we hebben namelijk. Ik heb drie artikelen, Arno. En um, fijn dat je wat geduld met me hebt. Uh, want het is weer uh, Sveniaans, hè, alle uh, rode draadjes aan elkaar knopen. Um, Italië mag schip niet we weigeren. Rechter fluit Salvini terug. En dan heb ik een foto. Dan heb ik een foto, dan is het lastig, want het is twee pagina's. Lastig knippen altijd. Um, van uh, wat ik zie als uh, een hele grote groep gekleurde mannen. Afrikaanse mannen. Um, die in een blauwe rubberboot zitten. En um, die um, worden dan gered door een, een, een Spaans reddingsschip Open Arms. Um, het punt is: die boot zou uh, de, de overkant nooit gehaald hebben. En dat zei je mij vannacht al toen wij, toen wij nog telefonisch in gesprek waren over van wat gaan we gaan bespreken. Um, toen zei hij van die, die boot die is niet gemaakt om van Afrika daadwerkelijk de Middellandse Zee over te komen. He, de Middellandse Zee is wat niet, het lijkt een kleine binnenzee, maar het, het kan er flink spoken. Het, het is heel onstuimig op die zee. Dus. Uh, die bootjes die zijn helemaal niet gemaakt om een storm of wat dan ook te overleven. De enige reden dat die bootjes dat water toch opgaan... is omdat ze ervan uitgaan dat dat reddingsschip of een reddingsschip hen wel oppikt. En dat reddingsschip dat is gewoon van staal. En daar zijn mensen aan boord en er is medicatie aan boord en er is water aan boord. En dat is allemaal, allemaal dik top in orde. Maar feitelijk... Zijn die mensen bezig met uitlokking van die migratiestroom? He, even los van het feit dat die mensen-smokkelaars ook zeggen: stap aan boord van dit rubberbootje, want het is maar uh, 400 kilometer naar de overkant. Um, en uh, ik weet niet of dat juist is trouwens, dat moet zo keer iemand na moeten meten. Dat zal wel in de comments tegenkomen van Sven, je hebt je feiten niet op orde. Uh, maar volgens mij is het ongeveer 400 kilometer. Um, en dus je hebt dus dat, die, die, die migrantenstroom, die is economisch, maar die is ook. Klimatologisch. Want, hebben we hier een artikel? Een kwart van de wereld snakt naar water. En het bordeaux-rode deel van dat kaartje vind ik angstvallig dicht bij Europa liggen, eigenlijk. De, uh, 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 het is eigenlijk te lopen. Je zou feitelijk van die, die hele gortdroge gebieden. Um, en dan hebben we het dus nog niet eens over, over woestijn eh, waar, waar, waar geen eh, mensen wonen, waar dus ook watercrisis is. Eh, want dat zou nog roder dan rood moeten zijn, maar dat is grijs op deze kaart. Eh, en er wordt gezegd door eh, onderzoekers: en dat is natuurlijk eh, erg interessant, de World Resources Institute, het WRI, een internationale denktank, die zegt dat de klimaatverandering. Verandering en de groeiende vraag naar water dreigen tot waterschaarste te leiden, in, te leiden in een groot deel van de wereld. Beter waterbeheer is bittere noodzaak, stellen de onderzoekers. Um, uh, wie de film The Big Short gezien heeft, die heeft gezien dat de uh, um, uh, hedge fund belegger uh, Mike Burry, dokter Mike Burry, um, die uh, wedde tegen de Amerikaanse huizenmarkt en eigenlijk ook tegen de Europese huizenmarkt. Um, um, in het begin van de 21e eeuw. Dat hij toen hij daar zijn miljarden verdiend had, uiteindelijk in één ding is gaan beleggen, namelijk in water. Dus dit artikel komt niet uit de lucht vallen: water is een groot probleem. We hebben er meer dan genoeg van, maar um, uh, het drinkwater en het water wat we nodig hebben, vooral voor onze industrie, is een groot probleem. Um, want door de groeiende vraag is het mondiale waterverbruik sinds de jaren 60 meer dan verdubbeld. En dan hebben we het dus over schoon drinkwater. En dat is nog steeds lastig en kostbaar om te produceren. Ook al kost in Nederland een kupje drinkwater maar 3 cent. Um, en iedereen denkt natuurlijk meteen: ja, maar drinkwater water komt toch uit de kraan en we kunnen toch drinkwater produceren? Daar gaat het niet om. Het gaat vooral om landbouwwater: um, uh, water wat we kunnen gebruiken om ons voedsel te produceren. Want ons voedsel zit voor 70 tot 90 procent ook chockvol met water. Um, en dat moet toch deugdelijk water zijn. Um, uh, dan, hebben we, dan hebben we dat dus. Ik, ik probeer zo meteen even, even ter zake te komen, Arno. Dus uh, nogmaals, uh, uh, fijn dat je wat geduld uh, met me hebt. Um, uh, want de uh, Brit, de Brit, British, die hamstert uit vrees voor de brexit zonder deal. He, dat is dan eigenlijk een soort van side, sideshow. Dan heb je hier Theodor Holman die zegt, wat weten wij eigenlijk van Europa? He, um, uh, in Italië, He, dat, heeft, die, dat komt dus ook weer terug met die, met die, met die, met die boot met vluchtelingen die dan in, naar Italië gebracht wordt. Maar Salvina heeft geen idee wie Rutte is. De Italianen hebben uh, uh, helemaal geen idee wat er in Nederland speelt. Wat weten wij overigens van België? Uh, of wat weten wij van uh, wat er aan de hand is in Oostenrijk, Portugal, Spanje, Finland en Hongarije? Om maar eens wat te noemen. Wat weten we daar nou echt van? We zitten met z'n allen in die unie, we zitten met z'n allen met die munt. Behalve de Hongaren, die hebben de forint. Dat is een heel verstandige move van die mensen. En, maar wat weten wij nou eigenlijk echt van Europa? Huh? Uh, dus praatprogramma's vol met mensen die van alles tetteren over dit gebeurt daar en zus gebeurt zo en dat gebeurt. Nou ja, uh, Theodor Holman die zegt het eigenlijk definitief in zijn titel. Hij zegt: Wat weten wij nou van Europa? In een geval weten we één ding, namelijk de Brit hamstert uit vrees voor Brexit zonder deal. Nou, um, het is natuurlijk een enorm interessant uh, moment. Want uh, uh, die Unie in het Verenigd Koninkrijk dreigt ook uit elkaar te vallen door deze hele situatie. De Schotten vinden het irritant. De, de, de Noord-Ieren vinden het irritant. Wat gaat er nou op dat Britse eiland gebeuren? Gaan we daar zien dat ze dat toch hè, met de staart tussen de benen terugkrabbelen en in de Europese Unie blijven? Wat, wat desastreus zou zijn voor de Britten op lange termijn om daarin te blijven. Want dan sleurt Europa met zijn zwakke banken, hè, de, de Fransen, de Italianen, de Spanjaarden, maar zelfs ook de Deutsche Bank. Wij sleuren die Britten mee ten onder, terwijl ze keurig op dat eiland zitten. Um, dus ik zou ze toch van harte willen adviseren, jongens, uh, steek de koppen bij elkaar en stap die, uh, stap die EU zo snel mogelijk uit. Uh, met of zonder deal. En inderdaad, hamsteren maar. En ga vooral, inderdaad, heel veel consumeren intern. Buy British. He? Dus uh, doe als de Amerikanen, gewoon lekker nationalistisch. Het is namelijk de enige manier. to survive. Net Eigenlijk zijn die Britten te vergelijken met deze donkere Afrikaanse mannen in dat bootje. Die dobberen ook een beetje eenzaam in de zee. Hopen dat ze gered worden. Ik zou zeggen. Jongens, in plaats van een bootje hebben jullie een heel eiland. Shit gaan verbouwen, shit gaan produceren. Regel je, uh, regel je contracten en zwengel je economie aan. Je hebt het eeuwen gedaan op die manier. Waarom zou het nu niet lukken? Nou, die Brit die hamstert, dat is goed. En dan staat een recessie dreigt, recessie is ook goed. Laat het maar eventjes, laat die storm er maar even doorheen. Ziek die ziekte die Europa heet, ziek hem even uit. He, flink zweten, uh, het kan een jaartje duren, maar dan ben je er ook vanaf. Dus uh, dan ben je die ziekte die je zelf binnen hebt gehaald. omdat je met, de verkeerde, met, met, de, met, een, met een Frans meisje hebt staan zoenen. dan ben je die ook snel weer kwijt. Misschien is er zelfs wel antibiotica voor nodig. Um, uh, dan wordt er gezegd. ontzeg Extinction Rebellion de toegang. En dat zit me dwars. Dat zit me dwars. Het zit mij altijd dwars. als iemand een ander de toegang ergens ontzegt. Uh, tenzij het een, een privéclub is. Uh, waarvan je zegt: van ik wil alleen met vrienden. wil ik borrelen. Maar als het over publieke zaken gaat, is het belangrijk. Dan zie je hier. Tom Voermans. En volgens mij. En dat is jammer, Arno, dat jij je telefoon bent vergeten. Want anders konden we dat opzoeken. Um, Ton Voermans, die um, uh, schrijft volgens mij voor het AD. Um, en die zegt. In het parool van maandag wordt in bijna twee pagina's aandacht besteed aan Extinction Rebellion. Een klimaatbeweging die in oktober het verkeer in de stad wil ontregelen. De oprichter van deze beweging, volgens mij is dat Roger Hallam. Een uh, Welsh farmer die twee jaar achter elkaar zijn oogst kapot zag gaan. Um, die hoopt op veel arrestaties, waardoor volgens hem gratis media-aandacht ontstaat en de beweging kan groeien. Kortom, ze willen bewust en in georganiseerd verband. Uh, deze Ton Voermans die gebruikte een, uh, een term uit uh, artikel 140 uh, van het Wetboek van Strafrecht: georganiseerd verband, um, de wet behoorlijk overtreden. Volgens Roger Hallam is het een goede strategie. Hij zelf is de laatste twee jaar al tien keer gearresteerd. Met zijn acties heeft hij ook grote verkeersblokkades in Londen georganiseerd... met behoorlijk wat financiële schade. Nou, hij richt zich vooral op naïeve jongeren, volgens Ton Voermans, om zijn acties te steunen. Maar hij vergeet daarbij dat als ze volgens hem ook een strafblad riskeren... waar ze de rest van hun leven last van hebben. Ik denk dat als die klimaatverandering doorzet... want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Ik zie hem ook. Ik, ik weet niet wat de oorzaken zijn. Daar doe ik geen uitspraak over. Ik, ik denk, ik ben zelf van mening dat het komt door een fluctuatie in hoe de aarde beweegt. Um, uh, maar ik kan dat niet bewijzen, want ik ben, uh, ik ben daar niet goed genoeg in onderlegd. Maar ik denk dat het een natuurlijke fluctuatie is die een beetje gekickstart wordt. doordat wij uh, met heel veel mensen op die aarde uh, zitten. Um, uh, en rustig een peukje opsteken uh, iedere keer als we de auto starten. Um, de... Um Overigens is een elektrische auto nog veel vervuilender, dus daar, moeten we, daar gaan we het nog een andere keer over hebben. Dan moeten we een keertje echt over, over auto's hebben. Dan gaan we het over, misschien moeten we nog een shot nemen buiten uh, met de enorme verzameling auto's die jij hebt, uh, Arno, hier in Amsterdam geparkeerd uh, onder de grachten. Um, de, uh, um, uh, hij, hij, hij zegt van kijk, je mag niet de wet overtreden. En dan zegt die Extinction Rebellion kan zeker gebruik maken van het recht om te demonstreren. Dat is echt een fars. Tom Voermans. Tom Voermans. Um, um, uh, kijk, ze zeggen altijd. Het zet het veel aan muziek. Dus we gaan het op een, op, een, op een hele vriendelijke, zachte manier gaan we zeggen. Tom Voermans. bollocks. Echt bollocks. Waar heb je het over? Hè? Hier wordt gezegd, indien mogelijk zal zeker overwogen moeten worden Roger Hallam en zijn buitenlandse handlangers de toegang tot ons land te ontzeggen. Maar de beste oplossing is om Extinction Rebellion een lesje polderen te leren. Een Nederlands product waar we trots op zijn. Nou Arno, jij zei van, luister, in Nederland wordt er al heel veel gedaan met allerlei economische schade aan het klimaatprobleem. probleem is alleen, het klimaatprobleem houdt niet op bij de grens. Zolang de Chinezen er niks aan doen, uh, kunnen wij in Nederland echt weer de beste jongen van de klas zijn. Maar goed... Er zal iets moeten gebeuren. En ik denk dat Extinction Rebellion gelijk heeft. Ik denk dat uh, um, um, er heel veel soorten op aarde, dat er riffen uh, die lopen gevaar. Uh, uh, de mensheid loopt gevaar. Uh, 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 hele continenten lopen gevaar. Ik denk dat het misschien wordt het, uh, straks wel Amersfoort aan zee wordt. En dan stroomt heel Amsterdam onder water. Uh, uh, heel Rotterdam overigens ook. Uh, het kan allemaal. Het kan allemaal. Uh, het zijn allemaal doemscenario's. Het is ook heerlijk om het daarover te hebben. Hè? Café Weltschmerz gaat ook over die wereldpijn. Je ziet hier gewoon de, de pijn in de mens. Dat hij zegt van, maar, maar ik geef zo om de aarde, ik geef zo om de medemens. Ik geef ook vooral zoveel om mezelf en mijn eigen leven. Want het is natuurlijk allemaal uh, 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 angst en ego gedreven. Het gaat allemaal over overleven, niet overleven. We zitten gewoon in een periode waarin we moeten overleven. De, de mannen in de bootjes, de Britten die hamsteren, de, uh, het uitmelken van die beleggingspanden. Dat heeft natuurlijk met een verstoorde ontwikkeling bij die mensen te maken met uh, uh, die um, uh, uh, money driven zijn. Maar zonder hen hadden heel veel mensen ook weer geen huizen. En die mensen die moeten ook ergens wonen en overleven. Uh, uh, dan hebben we hier de executieveiling. Nou, je zal maar he, echt letterlijk executie, he, uh, uh, een uitoefeningsveiling er wordt geëxecuteerd. Uh, uh, je kunt je voorstellen dat de eigenaar van de Boekaneers 2. Uh, um, uh, uh, al dan niet, maar in ieder geval, ook in andere gevallen in Nederland, dat mensen uit hun huizen gezet worden, um, uh, je, uh, je bed, je bad en je brood. Uh, als aan een van die drie gezeten wordt, dan uh, heb je toch een soort existentiële crisis. Um, uh, het komt er eigenlijk op het volgende neer. Concluderend. Concluderend. Deze, deze krantenartikeltjes lezen. Uh, we zijn met teveel. Tijd is schaars. Grondstoffen zijn schaars. Er is extreem veel ongelijkheid in de wereld en dit is al vele millennia is dit zo. Wat maakt vandaag dan anders dan een willekeurige dag in het jaar 63 na Christus te Rome? Waar ook het begin van het verval ook al zichtbaar was. Wat maakt nu anders? Darwins nachtmerrie vreet vennen leeg. Het antwoord staat weer in de krant. Waarom is het nu anders? De zonnebaars. Laten we hem even zien. Het is een prachtig, prachtige vis. Prachtige kleine vis. En je moet hem even als metafoor zien voor de mens: Darwin's nachtmerrie. Vreet Vennen leeg. Hij is prachtig. Kleurig. Schattig, misschien. De Lepomis gibbosus, beter bekend als de zonnebaars. Ik zie de verbinding met de mens die zichzelf ook als zonnewezen ziet. Hij is prachtig, kleurig en schattig. Helemaal op zijn plaats in aquaria en vijvers, denken veel bezitters. Dat had zo kunnen blijven, maar het fraaie visje blijkt een beest. Als hij, zoals te vaak gebeurt, wordt vrijgelaten in vennen of beken. En dan zou ik toch dat moment van vrijlaten als de Franse Revolutie willen betitelen. De mensen leefden eerst in dorpen, in hun aquaria en in hun vijvers en ze hadden bezitters de horegen en die zorgden voor hen en het was allemaal goed. Masomeno. Het fraaie visje, de mens, blijkt een beest. Als hij, zoals te vaak gebeurt, wordt vrijgelaten in vennen of beken. Liberté, égalité en fraternité waren de leuzen waaronder de families werden onthoofd. En het volk was vrij. De bestorming van de Bastille was op de 13e juli. De bevrijding van de Bastille, men liet de criminelen vrij, was op de 14e juli. Hij vreet, vermenigvuldigt zich razend snel en vreet alles nog kaler. De zonnebaars is dan ook een invasieve exoot, de plechtige naam van kenners voor uitheemse dieren en planten die traditionele flora en fauna komen vernietigen. Behalve de mens, natuurlijk, ook gewoon de zon die met zijn kracht onze wereld momenteel. Droger maakt. Vanaf vandaag. Wanneer leven we? Ik ga even kijken voor u. Want dat is een belangrijke datum. Ik zou hem opschrijven. Waar was u op donderdag 15 augustus 2019? Vanaf vandaag prijkt hij op de zwarte lijst. Daar zouden mensen dus ook bij mogen. Het is verboden de vis te verhandelen of zelfs te bezitten. De zonnebaars is een van de vele exoten die vooral sinds de jaren 90 nee, toevallig <laughs> rijk vertegenwoordigd zijn in Nederland. Vooral in de vennen en beken op de zandgronden in het zuidoosten verorberen ze de inheemse waterkevers, libellen, kikkers, padden en ook in Noord-Holland, zegt visonderzoeker Martijn Dorenbos van de Ravon. De lijst van de door de EU verboden diersoorten. Ik zou de mens erbij zetten. is dynamisch en is nu met de zonnebaars aangevuld. Doornbos beschrijving van het verwoestende effect van de zonnebaars op onze flora en fauna doet denken aan de vernietigende gevolgen van het uitzetten van de Nijlbaars in het enorme Afrikaanse Victoriameer. Onderwerp van de beklemmende documentaire Darwin's Nightmare. Arno, waarschijnlijk lig je thuis in bed te slapen. Slaap lekker. Darwin's nightmare is out here waiting for you.